het signaal van zijn voor de nieuwkomers, die wil ik nog even herhalen, de fakkel zoveel mogelijk rechtstandig dragen, zodat de vlam boven op de toorts blijft staan, dan brandt hij het langst. En er is het minst risico voor de omstanders. Kranen weg, mensen die een fakkel hebben, AUB. Het moet maar eens afgelopen zijn met mensen die onrust stoken. Mensen die niet eerlijk naar zichzelf durven te kijken. En die hun frustraties projecteren op zondebokken. Zondebokken die in dit geval, migranten en allochtonen zijn. Deze eendenkende mensen hebben al veel te veel ruimte gehad, vinden wij. Dat moet stoppen en dat mag geen stap verder gaan. Maar hoe kun je hier nou iets aan doen? Je eigen stem verheffen is prima, maar soms ook wel een beetje eng en alleen. Het is daarom zo belangrijk te weten dat je gesteund wordt door meerdere ongerusten. Samen, eenduidig en massaal een koor vormen geeft een gevoel van bevestiging en ontneemt intolerante mensen de kans verder te gaan met hun verdwaasde ideeën. Zonder steun en respect voor elkaar zijn mensen nergens. En ieder zal die steun op zijn eigen unieke manier proberen te geven. Het vraagt moed om naar jezelf te kijken en tolerant te zijn naar anderen. Dat maakt een samenleving volgens ons pas echt tot een samenleving. Een samenleving waarin je de ander uitnodigt tot een gesprek te komen. Dat betekent concreet dat zwart, wit, geel en bruin gekleurde mensen energie in elkaar moeten steken. Ook tot een ontmoeting en daardoor tot een ontmoeting komen van mens op mens. Dus iedereen, niet alleen blank, iedereen. Dat is een hele klus om het zo te krijgen. Maar vooral om het zo te houden. En samen oplossingen te zoeken voor onze problemen. In dit teken staat deze manifestatie door ons bedoeld. Tegen racisme en voor tolerantie. Niet altijd overal tegen, ook voor.
zoveel mensen hier bij elkaar zijn om elkaar op dat punt te ondersteunen. Laten we zorgen dat we zelf weten hoe we de samenleving willen. En laten we zorgen dat we naast die groepen staan die de kans lopen het slachtoffer van racisme te worden. Laat ons, alle mensen, ook onze gekleurde Nederlanders, laten we die in hun waarde houden. Laten we ze hun waardigheid houden. En dit wel allemaal. Dat we daar niet alleen praten over hun waardigheid, maar over de waardigheid van onszelf. Want als we echt in een samenleving volwaardig mens willen zijn, dan kan dat alleen in een samenleving waarin je ook respect hebt voor anderen. En tegen die achtergrond open ik graag deze manifestatie in Eindhoven.
It's your peace.